Dit rode autootje is in feite de voorloper van de Volkswagen Kever. Het is ontworpen door Jozef Gans. In 2014 werd het autootje bij het Lauwman Museum aan het publiek getoond. Ze hadden ter ere van de promotie van het autootje een hele verzameling kevers op het voorplein staan, waaronder ook KDF-auto's. De zwiembaar is in feite ook van de kever afkomstig. Maar omdat in de Tweede Wereldoorlog geen kevers gebouwd werden, werd er een zwiembaar van gemaakt. Deze Mercedes heeft de motor achterin, ook de Porsche ontworpen. En ook een voorloper van de kever. Je kon een KDF-wagen bij elkaar sparen met zegeltjes. En hier is dan eindelijk een kever. Met de voorlopers.